Dat noemen ze de informele speelruimte. Dus de, niet spelen op de speelplek, maar eigenlijk dat je overal kan spelen. Dat dat gewoon heel belangrijk is. Voor de kinderen sowieso, dat zagen we al tijdens de rondgangen. De gemeente gaf dat ook aan. Van, hè, we kijken nu eigenlijk alleen maar naar die speelplekken en die speeltoestellen. Maar er is nog zoveel meer. Kun je dat voor ons in kaart brengen, wat er dan nog meer is? Mijn naam is Elske. Elske Oost. En ik werk bij OBB. We hebben ooit eens bedacht ondersteuning bij beleid en beheer. Maar eigenlijk zijn we al vanaf het begin bezig met advies over speelruimte. Want je hebt overal zeg maar schommels en zo. En ja, zulke dingen voor kleinere kinderen. Maar ook dat er zeg maar grotere kinderen kunnen bijspelen. En de bewoners geven wel aan van, we vinden het ook niet erg als we zelf wat kunnen toevoegen. Of zelf wat kunnen doen. Tijdens de rondgangen en de buiten kijken kwamen ook kinderen tegen die op speelplekken met doeken bezig waren een hut te bouwen. Dus dat, ze gebruikten wel het speelstel, maar ze gingen daar hun eigen dingen mee doen. En sommige ouders hadden een tentje meegegeven. Dus er werden tentjes bijgebouwd. Dus we merken dat mensen ook wel heel erg zoeken van, nou, een speelstel is leuk, maar willen ook wel ja, informeel, los van die speelstellen, speelruimte hebben. De hele gemeente Barneveld, hoe ziet het er dan uit? Dus we hebben gekeken waar wonen de kinderen, hoe zien de buurten eruit, welke speelplekken liggen er in de buurten en is dat voldoende? Is dat een match met de gedachte van hè, we willen het eerlijk verdelen over de hele gemeente voor alle kinderen? En dat is een soort monnikenwerk. Dan ga je, ja, wat eigenlijk heel simpel is, we gaan naar buiten, we kijken naar een wijk. Dan gaan we kijken hoeveel buitenspeelgroen is er. Hoe zit het met de wegenstructuur? Dus wat zijn barrières? Waar gaan kinderen wel en niet over? En in de wijk, hoe goed zijn de speelplekken bereikbaar? En dan gaan we volgens kijken waar de kinderen in de buurt wonen. En waar de speelplekken liggen. En of dat dan op elkaar aansluit. En dat doen we echt buurtje voor buurtje. Lopen we bij langs. Dan gaan we iedere keer weer die stappen bij langs. Van hoe zit het hier? En vervolgens heb je dus voor al die buurten zicht op hè, hoeveel buitenspeelruimte is er, hoeveel speelplekken zijn er, zijn het goede speelplekken. Dus iedere keer is het zoeken en de gemeente nu had al een soort plan van aanpak gevraagd aan ons. Daarin zei ze van nou, we willen wel graag van de bewoners horen en van de gebruikers, de kinderen, wat zij ervan vinden. Dat vinden we een heel belangrijk uitgangspunt voor het nieuwe beleid. We hebben alle basisscholen benaderd samen met de gemeente. En we hebben gevraagd, jongens, kunnen jullie een groepje kinderen meegeven? En dan gaan we buiten wandelen. En wat wij dan doen met die kinderen is, we zeggen tegen hun, waar speel je nou? En dan niet van, breng ons naar de leukste speelplek. Nee, waar speel je nou? En wat doe je dan? En dan kom je op de gekste plekken. We zijn door de bosjes gestruind, over slootjes gesprongen. Riviertjes die er zijn in de dorpen, heel leuk. Met jongens en meiden. Dus dan zie je ook wel verschil bijvoorbeeld tussen jongens en meisjes. Als we onderweg zijn, zien we hoe ze oversteken. Dus gaan ze heel voorzichtig aan het begin van de weg staan. Of lopen ze zonder te kijken, lopen ze gewoon over. Dat is al een indicatie van, hey, hoe gaan ze om met dat verkeer? Als we zo rondlopen en er komt een oude meneer naar buiten en die zwaait even. En zegt, oh, dat is mijn opa. En dan weet je ook bijvoorbeeld hoe de sfeer is in een buurt. Ze vertellen van, deze speelplek is saai. Die is voor de kleine kinderen. Nou, niet leuk. Saai. Nou, omdat er niet zoveel te doen is. Al is voelen en ja, zonder dit. Saai. Saai. Maar voor kleine kinderen is het wel leuk, van 3 jaar of zo. Oh, ik grijp deze schoot af. Waarom doen jullie dan niet? Er is wat niks te doen voor ons. Wel dat zin, dat kunnen we wel. En ik hoop ook altijd dat de wethouder meegaat. Of dat ouders dat soort dingen een keer doen. Om gewoon te ervaren, zeg maar, hoe dat is. Hoe die kinderen door die buurt struinen. Ja. Want dan heb je een soort matrix met allemaal dingen die genoemd worden.
En we hebben daarin gezocht van, nou, welke dingen worden gewoon veel vaker genoemd dan andere dingen en door welke doelgroepen. Dus voor welke leeftijden is het dan belangrijk. En dan hebben we onderscheiden de volwassenen, de basisschooljeugd weer, de jongeren en de mensen van de gemeente. Want dat, hè, de gemeente Barneveld moet uiteindelijk het realiseren. Die moet het onderhouden en beheren. Daarnaast wil iedereen natuurlijk genoeg speelplekken hebben. Want als het te weinig is, ja, als mensen dat ervaren, dat vinden ze vervelend. Want ze willen toch wel graag dat hun kinderen kunnen buitenspelen. De kinderen gaven dat niet zozeer aan, zeker niet in de dorpen. Dan merk je dat daar toch die informele speelruimte er is en er zijn wat speelplekken. Maar je merkt bijvoorbeeld in Barneveld, als het wat drukker wordt, bijvoorbeeld in de nieuwbouw, dat is wat krapper. Dan zeggen mensen, is er wel genoeg? En vooral ook, die kinderen daar worden nu ouder. Is er wel genoeg voor de jeugd die wil gaan voetballen en ook de jongeren? En dat kwam best wel vaak terug, ook in de enquêtes, van is er wel genoeg voor jongeren? En de jongeren zeiden dat zelf ook, van ja, er zijn niet echt veel plekken. En het grappige was, toen we dat gingen onderzoeken, dus hoeveel jongeren zijn er, waar wonen ze, waar liggen dan sportplekken, kwamen erachter dat er inderdaad wel in de omgeving van de nieuwbouw in Barneveld bijvoorbeeld, niet echt grote plekken voor jongeren zijn. Terwijl het aantal jongeren toch wel in de honderden loopt ondertussen. Ja, dan kan je voorstellen dat dat op een gegeven moment conflict oproept. Wat we eigenlijk doen is indelen in speelbuurten. En een speelbuurt is een gebied waar kinderen tot een jaar of 8 à 10 van hun ouders binnen moeten blijven. Hè, dat hoor je dus tijdens die rondwandelingen. En we weten dat dat zijn 50 kilometer wegen, spoorwegen, brede watergangen. Eigenlijk wat een buurt een buurt maakt. Nou, binnen zo'n buurt weet je hoeveel kinderen er wonen. Bijvoorbeeld 100 kinderen in zo'n buurt. En je weet hoeveel speelplekken er zijn en waar ze liggen. En je weet, hier zijn bosjes waar ze spelen, zeg maar. Van die 100 kinderen ga je ook nog kijken hoeveel zijn er heel klein. 0 tot 5 jaar, 6 tot 11 jaar en 12 plus. Want 0 tot 5 jaar wil wat lagere toestellen, glijbanen. Maar jongeren willen voetbalplekken. Dus die hebben weer andere wensen qua inrichting. Nou, en dan ga je eigenlijk kijken van hoeveel kinderen van 0 tot 5 zijn er. Zijn er voorzieningen op die speelplekken voor 0 tot 5? En is dat dan voldoende? Stel dat hier zijn 90 zijn 0 tot 5 en 10 zijn 12 plus. Nou ja, dan weet je dus dat die speelplekken, die voorzieningen eigenlijk op dit moment op die kinderen gericht zijn. Maar je weet ook dat de kinderen ouder worden. Dus nu zijn er heel weinig jongeren. Maar die kinderen die hier wonen, over het algemeen blijven die in de buurt wonen, worden ouder. Dus we kijken ook een beetje naar de toekomst. Zeg van nu zijn die voor kleine kinderen. Maar we weten, straks hebben we 70 basisschoolkinderen. En die basisschoolkinderen willen niet een laag glijbaantje, die willen een leuke schommel. En die willen wat meer uitdaging, een mooi klimtoestel. En deze twee plekjes zijn er eigenlijk een beetje te klein voor. Dus daar hebben we nu ook al gekeken van, is er niet een grotere plek? Of hier, waar ze nu hutten bouwen, is daar niet een plek waar we die schommel kwijt kunnen? Dus zo analyseer je eigenlijk van, wat is er nu? Hoe ontwikkelt het zich in de toekomst? En hoeveel speelplekken heb je daarvoor nodig? Ik heb niet heel veel hier gevangen. Ja. Maar in het bos, daar ga ik langs met een schepnet langs sloten. En dan vang je zo'n salamander. Of padden, kikkers, watertoren en andere kleine beesten. Die informele speelruimte is een nieuw onderwerp in Barneveld. Tot nu toe zijn de beleidsplannen eigenlijk altijd heel erg gericht geweest op de speelplekken. En ook op de veiligheid van de speelplekken. En daar zijn ze ook echt op ingericht, zeg maar. Ik denk dat de komende beleidsperiode gewoon zoeken wordt van, hoe kunnen we er nou voor zorgen dat ook die jeugd die uitdagingen heeft. Dus dat er grote aantrekkelijke plekken zijn. En dat in een buurt. En om dat te kunnen doen, moet je niet gaan werken plek voor plek. Wat nu heel vaak gebeurt, van één plekje ziet ze aanvanging toe. Met 10 mensen wordt gepraat en op dat plekje wordt dan wat veranderd. Met de behoeftes daar alleen omheen. En wat ik
nu met de gemeente hebben overlegd en gezegd, dus probeer nou eens niet per plek te gaan werken, maar zo'n hele speelbuurt op te pakken. En in zo'n speelbuurt heb je verschillende plekken. Dan nog een paar bijtekenen. Maar die kinderen wonen hier niet meer. Er wonen nog maar 20 kinderen. En die liggen nog steeds 4 speelplekken. En ook daar moet je dan over nadenken. Van nou, hè, gaan die kinderen hier weer terugkomen? Wat voor soort buurt is het? Gaan er weer jonge gezinnen komen? Of hè, gaat het nog 10 jaar? Want dat is eigenlijk de periode voor zo'n beleidsplan. Blijft het ongeveer nog 10 jaar zo? En wat we daar gezegd hebben is van nou, kunnen we niet 1 plek die een beetje centraal ligt belangrijk maken? En daar zorgen dat daar voor alle leeftijden wat te doen is. Het zijn niet veel kinderen, maar ze zijn er wel. Die kunnen dan daar allemaal heen. En daar op het speelpleintje bij mij op Molenkaarten. Daar, die vind ik ook niet zo prettig. Omdat die vind ik heel saai. Ja, een slootje springen vaak. En een hut te bouwen. Als ik terugkijk is het een puzzel. Zeg maar met allemaal stukjes. En aan het eind denk je van ja, dat wat ik nu heb neergelegd, het advies voor al die plekken, ik denk dat dat gewoon passend is en dat het een heel goed uitgangspunt is voor de gesprekken tussen gemeente en bewoners.